Uh, deze locatie die wordt genoemd voor een zogenaamd Knarrenhof. Dat is huisvesting uh, voor bepaalde doelgroepen. Uh, uh, het zal ongetwijfeld een oude Knarren afkomen. Uh, we hebben inderdaad al gezegd dat wij dat willen. Maar de procedures om een Knarrenhof te realiseren op de huidige School duurt minimaal twee jaar. Dus wij hebben gezegd: als die procedures klaar zijn voor het Knarrenhof. Dan willen we daar de mensen huisvesten. Dan willen we gewoon beginnen met bouwen. Bouwen voor deze doelgroep. En dan zeggen we het contract op. Maar zolang er nog geen, niks wordt ondernomen om daar een knarrenhof te realiseren... er liggen nog geen concrete plannen... Is het dan zo dat eventueel het AZC verlengd wordt? Nee, dan is het na drie jaar eh, stop. En die plannen voor dat Knarrehof, dat is aan ons. Hè. Wij beginnen nu gewoon met een bestemmingsplanwijziging. Zodat daar straks over twee jaar, en zo'n bestemmingsplanwijziging duurt in dit land twee jaar. Dat wij over twee jaar, wanneer de bestemmingsplanwijziging klaar is, een Knarrehof daar kunnen realiseren. Dat is een wens van een aantal inwoners. Van een initiatiefnemer, maar ook van de overgrote meerderheid van onze gemeenteraad.